Hoi iedereen, ik heb weer een nieuwe declutter video voor jullie. En ik denk dat ik dit in twee delen ga doen. Dit zijn namelijk mijn oogschaduws en eigenlijk ook producten. Ik ga beginnen met de duo's en mono's. En mijn color tattoos, maar ik kan alvast zeggen dat ik al mijn color tattoos ga bewaren. Ik zie wel of ik de rest er ook nog achteraan plak. Maar ik heb zoveel is een groot woord. Maar ik heb aardig wat oogschaduws en ook eigenlijk veel dezelfde tinten. Dus ja. Let's get started. Een punt slijpte die ik gewoon wil bewaren voor potloodjes te slijpen. Okay, ik begin hier met drie duo's van Essence. De Essence 3D duo's eyeshadow dingen. 03 Irresistible First Love. Wat ik het probleem bij deze vind, is dat ze eigenlijk alleen maar glitter afgeven. En hoewel ik deze roze echt heel mooi vind en zo, denk ik dat ik ook nog een andere roze heb. Dus deze gaat op de Maybelline. Deze groen gaat ook op de Maybelline, gewoon omdat ik eigenlijk niet heel erg veel groen heb. En deze groen wel echt een hele mooie pigmentatie heeft. Dus deze denk ik dat ik die wel wil bewaren, maar ik wil hem ook wel even gebruiken, kijken of hij me staat en zo. En dan deze. En dit is eigenlijk de grote tegenvaller. Irresistible Vanilla Latte. Deze kleur vind ik echt prachtig. Maar je ziet er echt helemaal niks van. Ik ga deze twee gewoon wegdoen. En dan ga ik die groene kijken of ik die gebruik. Deze ga ik wel weggeven. Dan heb ik dit duo van NYC. En Island Sunset. Ik hou van deze kleuren. Dus te bewaren. Dit is echt gewoon meer sentimentele waarde voor mij. Kiko 213 Duo. En dit is voor mijn eerste Kiko product. Het is met zwart en zilver. En ik draag nu bijna nooit meer zwart. Maar ik denk dat ik deze wel wil bewaren. Dan ga ik verder met de mono's. Ik heb hier een mono van Gosh. Deze heb ik echt een lange tijd geleden toen deze net uitkwamen. Van Sharon gehad. Van Looks by Sharon. Nummer 009 Copper. En ik vind hem echt super mooi. En ik ga hem dus zeker niet wegdoen. En de doos is ook heel praktisch. Het is lekker plat. Verder te gaan met de bruin heb ik hier ook eentje van NYC. Luxuries Reborn 906. Dit is echt een hele mooie schaduwkleur. Die zit hier. En dit is ook definitely a keeper. Dan mijn twee MAC oogschaduws die ik natuurlijk ook veel liefde geef. Maar misschien wel te weinig. Dit is Mythology. En die heb ik hier geswatcht. Hij is iets oranjeder dan copper. Iets meer roze erin. Maar wel echt prachtig. Ook in combinatie samen. Echt fantastisch. En dit is een mooie vervanger. Eigenlijk de combinatie hier. Het is een mooie vervanger voor die latte dinges van Essence. Cranberry. En die zit hier. En is ook echt prachtig. Bewaren. Dan gaan we over naar Raspberry van Elf. En dit zou dus een dupe moeten zijn van Cranberry. En dat is hij absoluut niet. Hij is veel donkerder, veel bruiner, bijna zwart. Maar ik vind hem wel prachtig. Een sentimentele oogschaduw, deze van Make Up Studio. Het was ooit een bolletje en nu is hij gewoon, nou ja, plat wil ik niet zeggen. Maar dat is hij eigenlijk wel. En het is Volcano. En ik vind hem nog steeds prachtig. Echt een hele glanzende oogschaduw, zit heel veel glitters in. Maar het is echt heel mooi. No! Ik breek hier een doosje af. Catrice Infinite Eye Wet and Dry Eyeshadow. In de kleur 040 Have You Seen Alice. En als echte, nou ja, als echte Disney lover wil ik deze natuurlijk hebben. En de kleur is ook echt fantastisch. En ik wou zeggen, ik denk dat deze meer in de herfst gaat raken, maar hij is ook best wel zomers. Hij heeft een mooie gouden gloed of zo. Ik vind hem mooi. Ik ga hem wat meer dragen. Wederom sentimentele waarde. Dit is 08 en dan weet ik het niet. Ik ga ook zeker meer dragen. Ik moet uitkijken met blauw, heb ik hier nog een blauwe van Golden Rose. Zat het in een beautybox en dit is 202. Ik vind de kleur echt prachtig, maar volgens mij staat hij mij niet. Ik wil hem nog wat meer gaan uittesten. Dan een hele mooie highlighter. Ik moet nu uitkijken met de verpakking. Dit is de, wederom de Intensive Eye Wet and Dry Eyeshadow. Kleur 100 Glam Rose.
Ja, deze kleur draag ik dan weer gewoon wel. Maar ik heb nooit in de gaten dat hij toch nog zo gepigmenteerd is. Hij zit hier en hij is eigenlijk nog best wel roze. Ja, ik moet hem echt meer gaan dragen. Hij heeft een hele mooie roze glans. Dan heb ik hier een Liquid Metal Oogschaduw van Catrice. En hij is eigenlijk een beetje kapot aan het gaan. Ik heb hem nog nooit gebruikt volgens mij. Dit is echt een hele mooie herfstkleur. Het is een hele mooie lege groene kleur. En dit is Gold Leave Me. De drie mono's die ik wil gaan uittesten. Mijn maybes. Dit duo. Iemand anders gaan zijn deze twee. Wordt niets weggegooid. En hier heb ik voor me liggen mijn eyeliners, oogpotloodjes, wenkbrauwgoodies en eyeliners. Had ik het al gezegd. En als eerst heb ik hier een Essence Gel Eye Pencil. En deze was vrij snel afgebroken. Ik weet niet of jullie de review al hebben kunnen zien hierover. Ik vind de kleur zo mooi. Dus ik bewaar deze. Dan heb ik hier wat dikkere potloden. Er is één ding wat ik sowieso bewaar en dat is Milk. Het is een potlood van NYX. Het was een paar jaar geleden heel erg bekend op YouTube en zo. En dit is een heel creamy dik potlood. Je kan het als oogschaduwbaas gebruiken. Je kan het als verschillende dingen gebruiken. Maar waar ik het de laatste tijd voor gebruik is om te mengen met lipstick. Dus bewaar ik, want deze is multifunctioneel. Dan heb ik hier nog een groen potlood van NYX. En ook deze is erg mooi en die gebruik ik veel in de herfst. Bewaar ik ook. Dan heb ik hier nog een Eye Bright Pencil van Benefit. En dit is ook wederom een creamy potlood. Maar dit is echt ook in een potloodvorm. En deze is lichtroze. En dit is om je op je waterlijn aan te brengen. En dan zou het je ogen moeten oplichten ofzo. Ik moet hier nog wat mee oefenen. Dus dit is een maybe. Die draaibare pennetjes. En eentje van Catrice. Dat is deze zilveren. Ik weet niet wat het is met zilver. Maar ik vind het wel zo mooi. Ik gebruik het echt heel vaak voor als ik uit eten ga. Of een feestje heb of zo. Echt prachtig. Deze drie zijn van Essence. En ik moet zeggen dat ik van Essence echt super fijn vind. Ze zijn nu vernieuwd. Want deze twee zijn volgens mij ouder. En deze hebben zo'n schuindopje. Net als de lip, Long Lasting Lip Pencils. Heel mooi bruin. Dit is Hot Sorge. Dit is glimmend en is echt prachtig. Een donker paars. Touch of Glam. Deze is ook wel heel erg mooi. En ja, deze is een beetje lavendelkleur. Pas maar bij mijn jasje. Ik vind hem wel heel erg mooi, maar ik moet hier nog een beetje mee experimenteren. Maar ik wil hem wel sowieso bewaren. Een gel eyeliner van Catrice. En hier wil ik nog wat meer mee oefenen. Deze is waterproof en volgens mij heb ik hem echt maar één keer gebruikt, zo te zien. Dan over naar de vloeibare eyeliners. De One van Oriflame Wonderliner. Staat geen kleur op, maar ik denk gewoon black of zo. Want hij is zwart. Het kwastje is echt ontzettend dik. Het is geen kwastje, maar het is zo'n vilte tipje. Hoewel het geen tipje meer is, maar een hele tip. Deze gaat gewoon de prullenbak in. Essence Liquid Eyeliner vindt iedereen echt fantastisch. Maar ik kan er gewoon niet mee werken. Ik zou er waarschijnlijk hele tekeningen mee kunnen maken op papier. Dit. Dan heb ik de Master Precise van Maybelline. En deze vind ik wel fijn. Dit is met zo'n stiftje met Warwick. Dan heb ik een aantal Kajal potloden. Exclusive eyeliner van Luxe. En dit is dan weer een matte. Die andere van Essence was was glanzend. En dit is Intense Brown. En hij zit hieronder. Het lijkt inderdaad net zwart. Ik bewaar hem. Wel een zwart oogpotlood. Maar die echte oogpotloden gebruik ik bijna nooit. Dit is Black van Essence. En hij is bijna grijs. Dus deze ga ik weggeven. Essence Kajal Pencil. Feel the Maritime. Heel mooi. Ja, aqua kleurtje en ik bewaar deze. Wenkbrauwproducten. Ik heb één wenkbrauwproduct nog in mijn everyday bakje zitten op het moment. Maar die is bijna op en waarschijnlijk hebben jullie hem al kunnen zien in een opgemaakt video. Hier het mega palet. How to make brows wow van Essence. En daar zit dus een pincetje bij en een kwastje en een sponsorapplicator en highlighter. Deze bewaar ik. Hierover hebben jullie een review kunnen zien. De Brow Satin van Maybelline. Dan nog een wenkbrauwpotlood waar ik minder enthousiast over ben. Dit is van Action. En ik kan gewoon niet werken met wenkbrauwpotlood. Ze zijn veel te vettig voor mij. Ik kan er geen fatsoenlijke streep mee zetten. De kleur is wel echt prachtig. En waarschijnlijk ook wel echt mijn kleur. Maar ik kan ze nooit vervagen door mijn wimpers heen. En dit ding wordt altijd super smerig. Dat spoolie ding. Dus ik denk dat ik deze aan iemand anders geef. Ondanks dat die best wel ranzig is en zo. Twee wenkbrauwsetjes. Deze van Catrice wil ik wat meer uit gaan testen. Want deze kleuren zien eruit dus niet bij mijn huid passen. Eigenlijk passen ze ook helemaal niet bij mijn haar. Maar je zou denken, je kan ze mixen. Maar mij lukt het niet. Dus weet je wat, deze geef ik wel gewoon weg. Ik weet nog dit wenkbrauwkitje.
Deze kleur is echt prachtig voor mij. Wederom weer een, ja, echt een bruine kleur. En er zit zelfs een wenkbrauwgel bij. Het is tijd om mijn palettes te declutteren. Yay. Kijk. Oké. Waar ga ik beginnen? Ik weet het niet. Ik begin bij mijn sleek palettes. Ik heb 3 sleek palettes. Jullie hebben ze wel vaker van die curl video's voorbij zien komen. Het Oso Special palet. Echt een super mooi palet. Kan eigenlijk altijd. Bewaar ik. Het Aqua Lagoon palet. Super toffe kleuren. Ik vind deze, zoals je ziet, deze heel erg mooi. Die goud en deze roze. En ik kan hier in de zomer echt een mooie look mee maken. Het Sleek Garden of Eden palet. Echt herfst palet. En Keep It. Dan zie ik hier 2 paletjes van Kiko. Deze kocht ik vorig jaar in Portugal. En dit is uit de Street Fashion line. En dit is de Addictive Song. Oogschaduw ding. Die, ik vind de kleuren echt heel mooi. En ik denk dat dit ook wel een prima product is om mee te nemen op vakantie. Dus ik bewaar hem. Dan heb ik er 1 uit de Color Sensation line. En die heet iets met Mermaid. Ik vind de blauw en groen heel erg mooi, maar ik draai bijna naar blauw en groen. Ik vind deze kleuren zo mooi. Moeilijk, moeilijk, twijfel. Hier 3 paletten die ik zelf heb samengesteld. Dit is van een oud portemonnee gemaakt. Tada. Dit is uit het Wet n Wild Walking on Eggshells palet. En ik vind hem echt prachtig. Ik gebruik ze nu de laatste tijd heel veel. Dit is uit de Model Tube palet en dit zijn mono's van Catrice. Ik bewaar hem, want dit is echt een prima alledaagse palet. En ja, een oud palet. Primark. En er is echt niks mis met de kwaliteit gewoon. Ik snap niet waarom ik dit palet niet veel meer gebruik, want deze 3 kleuren en deze ook eigenlijk. Dit gebruik ik vrijwel dagelijks eigenlijk. Het komt uit al mijn Catrice palettes en dit is ook gewoon. Ik moet ze echt meer gaan gebruiken, want ik weet dat gewoon. Zou ik gebruiken. Ik denk dat ik deze mee moet nemen op vakantie naar paars en bruin. Dat is allemaal kleur die ik ga gebruiken. Dus. En dat is blush bij. Dus ik denk dat ik deze gewoon mee ga nemen op vakantie. Nog zo'n pareltje die ik eigenlijk veel te weinig gebruik. Mijn 88 palet. Ja, dit is gewoon leuk om een look mee te maken. Dit moet ik gewoon bewaren. Gewoon omdat het echt een must have is gewoon. Dan heb ik dit paletje van Catrice. En wederom zijn deze 2 kleuren echt prachtig. En ik gebruik deze 2 eigenlijk nooit. Ik ga ze gelijk op de machine stapelen. Ik vind de verpakking echt wel heel tof. Maar ik denk dat ik deze sneller zou pakken als deze. Ja, dan hebben we het toch over Catrice hebben. Dit Catrice paletje. Dit is echt een heel mooi paletje. Maar als de kleuren nou ook eens even mee zouden werken, want ze geven echt bijna geen pigmentatie af. Dit is Frozen Yogurt. En hij gaat weg. Catrice naar NYC. Dit paletje heb ik van Bianca gekregen van Pinkit. Dit is echt... Thanks Bianca, want dit is echt een van mijn favoriete paletjes. Echt. Dit is South Street Seaport. En ja, ik vind het echt prachtig. Het paletje van NYC heb ik al gereviewd of ben ik nog aan het reviewen op het moment. En dit is speciaal voor blauwe ogen om smokey eyes mee te maken. Dan maak ik bijna uit smokey eyes, maar ik vind deze kleuren heel, heel mooi. Ik vind deze kleuren heel mooi en ja, oeh, zo. En alleen donkerder dan ik had verwacht, maar ik bewaar hem wel. Om het kruidvat even helemaal af te maken, pak mijn Essence paletjes erbij. Jullie kunnen wel zien waar ik van hou. Dit is To Die For, als ik me niet vergis. Of ja, To Die For. En ook dit is een geliefd paletje. Dit is meer voor de bruin nude tinten. En deze gebruik ik voor de roze nude tinten, of course. Dit zijn echt mijn 2 favoriete paletjes. Gezondheid. Dank je. Nee. Ook dit paletje gebruik ik met veel liefde. Most Wanted. Dat zijn natuurlijk bewaren. Ook dit paletje, het Absolute Nude paletje. Eigenlijk fantastisch om mee te nemen op vakantie. Waarom doe ik dat niet? Dan, dit paletje wat ik ook ooit in een swap gekregen heb van Seda. Ik weet niet.
Ik had er laatst een look mee gemaakt en toen vond ik hem niet zo heel mooi gelukt. Dus ik denk dat ik deze ga weggeven. Ik had het pijn in mijn hart om te zeggen of om afscheid te nemen van dingen die ik gekregen heb van een Swapon. Bij een Swapon, ik weet dat gewoon dat ze ook tijd erin heeft gestoken om en geld om mij die dingen te geven. Maar ik vind het een zonde als ik hem niet gebruik. Dus dan kan ik er beter in brand mee maken. Dan maak je je essence niet zelf. Dit All About Paradise paletje is ook echt super a pop of color. De Essence paletjes zijn gewoon super cute en handig en klein. En ik bewaar hem. Sentimentele waarde dat ik bewaar, of in ieder geval collectors item. Ik ben een Disney lover en jullie hebben hier een review op kunnen zien. En ik was niet heel erg van onder de indruk. Maar ik bewaar hem alsnog gewoon omdat het Cinderella is. Ja, ik moet daar vanaf gewoon omdat het dit is. Maar... Dan heb ik twee pigments. Ik gebruik ze echt nooit. Ik heb ze misschien één keer proberen te gebruiken en toen lukte het niet. En dat was deze. Ze zijn altijd trouwens van Da Vinci. Dat was deze is lava. En ik ga ze gewoon aan iemand geven. Het plekje van de Body Shop probeer ik meer aandacht te geven. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Werk. Dan komt misschien wel de grootste ramp die ik heb. Mijn Naked palette en namaak. Dit Lightly Toast palette. Ja, jullie hebben er misschien al review over kunnen zien en misschien nog niet. Ik ben er dol op. Ja, bewaren. Dit is volgens mij een namaak van het Naked 1. Het Naked 2. Ook een geliefd palet. Love it. Maar nou is het volgens mij zo dat dit de namaak is ervan. Ik ga ervan uit dat het een namaak ervan is. En ik hou er ook van. Het zijn precies andere kleuren waar ik sneller naar grijp. Is het raar als ik ze alle twee wil bewaren? Dan heb ik hier het Naked 3. En ook deze is echt prachtig. En dan heb ik hier nog mijn MAC Quattro van de Particulars Higher Loom collectie. En ook deze is echt prachtig. Oh, ik hou van deze roze. Toen zei ik nog dat ik eigenlijk geen zwart naar droeg, maar voor deze zwart maak ik een uitzondering. Hij is niet zo bam zwart in je face, maar meer donker. Prachtig. Oké, ik heb één product weggegooid. En vier gaan naar iemand anders. Beter iets als niets. Maar het zijn de producten die ik hou. Dat was mijn oogladen. Ik zeg bedankt voor het kijken. De mascara's hou ik altijd al een beetje op orde. Want ik ben best wel kritisch met mascara's en zo. Bevallen ze niet, dan gaan ze gewoon weg. En zie je ze gewoon in een opgemaakte video. Oké, even een korte update over de oogschaduws. Deze ben ik achtergekomen dat ik deze niet snel pak. Deze geef ik weg aan iemand die hem wel wil gebruiken. Deze van Kiko vind ik daarentegen wel heel mooi. Omdat deze eigenlijk alleen maar shimmer afgeeft. Zoals je kunt zien. Als ik hem uitblend. Heeft gewoon een hele mooie blauwe gloed. Dus deze bewaar ik. Deze vind ik echt prachtig. En ik heb hem echt meer liefde weten te geven. Dus die bewaar ik ook. En deze is nog steeds een beetje een twijfelgevalletje. Ik vind hem heel mooi. Of ja... Het groen is niet de kleur die ik snel pak. Maar ik bewaar hem voor nu, want ik kreeg heel veel lieve complimentjes over toen ik hem op had. Van mijn moeder. En ja, ik bewaar hem dus nog even. Tot de volgende decluttered video en dan zie ik wel verder. Dit was de oog decluttered video. Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Klik op abonneren en dan zie ik je in de volgende video. Doei!